Yo, ik ben Giel. Thomas, Stefan en vandaag gaan we van A naar B zonder de grond aan te raken met je voeten. De vloer is lava. Precies. Het is weer zover, we gaan van A naar B. Kijk maar even mee. Een andere A naar B, jongens. Ja. Wat gaan we dit keer precies doen? Vandaag moeten we van A naar B zonder met je voeten de grond aan te raken. Ja, en de regels zijn vrij simpel. Als je de grond wel aanraakt, dan krijg je stevig getatoeëerd. En als je als laatste bij locatie B aankomt, dan krijg je ook stevig getatoeëerd. Jongens, ik ga aftellen. En dan moet je binnen 5 seconden ergens zijn. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ik haat jullie echt, hè. Gaan we nu echt nu beginnen? We gaan nu beginnen. Hé, hey, meneertje. Daar, autootje. Ik wil autootje. Mag ik je wat vragen? Nou, ik ben bezig met een opdracht en we mogen de grond niet aanraken. En misschien kunt u mij een 100 meter ergens toe brengen. Ja, wilt u dat doen? Mag ik ook mee? Je gaat niet met me mee, Steve. Ik kom eraan, hoor, meneer. Jezus. Ik heb wel eens betere ideeën gehad. Ik kom al even naar u toe. Ja. Hoe kan hij nu al een auto hebben gekregen? Wat aardig van u, meneer. Dit is helemaal kloot. Jongens, geniet ervan. Meneer, mag ik mee? Succes, hè? Mag ik mee? Ah joh, Giel weet toch niet waar hij naartoe moet. Dus die gast komt er nooit. Nou, dit is top. Meneer, u kwam op het perfecte moment. Heeft u een fiets of zo? Oh, lekker pik. Kom maar. Alleen even kijken hoe ik hieruit moet. Hoe ik hieruit ga, want ik mag de grond niet aanraken. Bedankt, hè? Ja, nog niet wegrijden natuurlijk, hè? Dank u wel. Yo. Als ik daarheen spring, dan beschadig ik mijn knieën. Nee, dat kan je makkelijk zeggen. Er komt hier een auto aan. Oh, pas op. Zet wel knopjes op. Wat leuk. Oh, shit. Ik sta een beetje heel knullen. Ik zie dat jullie een heel mooi rolkarretje hebben. Ja. Oké, ik heb dus een trolley gekregen van iemand die niet op beeld wilde. Maar helemaal top. Hey, jongens. Kunnen jullie mij een beetje rollen die kant? Een beetje duwen. 3, 2, 1. Ik hoor een auto. Yes! Oké, dat is top. Ja, dat is een auto. Ja, hey, ik wil ook mee. Ik wil ook mee in die auto. Nee. Ah. Ja, top. Ja, dit is goed. In de auto, helemaal top. Jongens, kunnen jullie mij helpen alsjeblieft? Stefan, je mag niet mee hoor. Kan ik bij één van jullie achter op de fiets? Kan ik bij jou achterop? Ja? Oké, top man. Bedankt, hè. Kom straks. Niet zo hard, George. Het is de muur. Oké, dit gaat top. Ik ben onderweg naar locatie B. Ja, dit kan wel, man. Oké. Oh, ja? Gaat dit? Wacht, zal ik fietsen anders? Oké, dan moet ik even terug. Oké, top. Let's go, daar gaan we, jongen. Oké, zit je al? Kom, hier zit ik. Oké, go. Toppie! Oh. Yes. Oh, jongens, dit gaat hard. Oh, stop fietsen. Oh, stop, jongens. Supergoed. Oh. Oké. Okay. Oh. Oké, dat ging nog maar net goed met zo'n fiets. Oké, jongens, zet me maar daar af. Bij de brug. Stop maar hier. Ja, dat rood-witte bordje, stop. Dan kan ik weer iets nieuws regelen. Als je hem ernaast kan zetten, dan klim ik er zo op. Ja. Oh, pas op voor de muur, hè. Ja, nog een stukje. Ja, dit is top. Stop maar. Ja. Juist. Top, man. Thanks, man. Woehoe. Ik moet daarheen ongeveer. Maar hoe kom ik daar? Fuck je arbeid. Ik denk daar bij de supermarkt super veel mensen, maar er is echt helemaal niemand. Dat moet. Kunnen jullie die balk pakken hier? Oké, kom eens. Oh. Misschien als ik die hier leg. Ja. Kan je iets hierheen schuiven? Oké, dit kan. Kijk, nu raak ik de grond niet aan. Maar. Heb je een probleem, want je kan niet op. Nee. Dus hoe gaan we dit doen? Ik heb dus een fantastische lift gehad van de man. Ik ben geholpen door die kinderen. Maar nu. Hey, ik heb een vraagje. Meen je dit nou? Meen je dit nou echt? Ben ik nou gewoon totaal genegeerd? Ik heb een fiets mee. Heb je een fiets mee? Ja. Pak je fiets. Top. Even kijken, als je hem nou hiernaast zet. Dan kan ik. Maar dan moet die balk even weg, anders val ik misschien meteen. Nu even goed. Oh, kut. Oh. Toppie. Hé, 10 minuten later en meneer zit nog steeds op deze brug. Ja, mevrouw, mag ik u wat vragen? Oh, mag ik...
Nou, ik mag de grond niet aanraken, ik ben met een spelletje bezig. Ik moet eigenlijk ergens half achterop moet ik daar naartoe gebracht worden. Het is maar 10 meter. Gaat het lukken? Ja! Ja, meneer. Nou, bedankt. Bedankt. Ja, oh, toppie. Nou, super. Ik fiets naar het hekje toe, ja? Nou, wat aardig van je. Nou, dat was het. Nou, dankjewel. Kleine moeite. Groot gebaar. Dankjewel. Hallo dames. Willen jullie mij helpen? Kunnen jullie deze naar de overkant duwen? Want ik mag de grond niet aanraken. Ja? Ah, dat is top. Ik weet niet of dat kan. Ik weet niet of het heel zwaar is. Oh, kut. Ja, dit is helemaal top. Ja, help je huis even, jongen. Kom op. Ja. Oké, top. Ja, top. Van de vier red ik het wel. Maar dan spring ik daarheen. Oh. Oké, dit moet in één keer goed gaan. Nou, Steven komt er ook eindelijk aan, hoor. Wat is hij gewoon aan het doen, joh? Yes! En nu? En nu loop ik daarheen. Ja, doe maar. Ja, kunnen jullie dat doen? Ja. Top. Kijk, ik mag de grond misschien niet aanraken, hè. Maar als ik op mijn broek ga staan, dan is er niks aan de hand. Kijk. Kijk, de zweet reed, maar dat maakt niet uit. Hoppakee. Kijk, kan ik weer mijn broek aan te trekken. Goed, ik ben in ieder geval hier. Volgens mij staat dit hek los. Het is me toch een partij heet. Ho, 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 ho. Kom, cameraman. Hier tegenaan, hier tegenaan. Boys, jullie zijn helden, man. Holy shit. Holy shit. Ik heb hier twee bakstenen gevonden. Kijk, als ik nou... Oh nee. Baksteentje 1 neerleg. Baksteentje 2. Ja, dit gaat even duren, kan ik vertellen. Dit gaat echt even eventjes duren. Wat een kutzooi. Oh shit. Daar is hij weer hoor. Ik zie het echt nog een meter op. Ik had net zo goed op dat ding kunnen blijven zitten. Nee. Op het dak klim. De politie haalt hem maar eraf. Oh, fiets, ik ben blij dat je er bent, fiets. Ik ben blij dat je er bent. Oh, shit. Hallo? Is er iemand? Hallo? Ja, ik mag de grond niet aanraken, dus ik moet over jullie dak lopen. Niet te hard springen, want ik had gekocht. Ja. Oh, maar jullie koeling is kapot, ja. Of wat? Ja, we moeten met koelen met water. Dat ben je? Ja. Oké, nou, hoe kom ik hier nou weer af? Hoe stevig is jouw vrachtwagen? Mijn dak bedoel je? Ja, jouw dak. Ik ken er wel staan, hoor. Het stopt, man. Ik word gewoon geholpen door een vrachtwagenchauffeur. Ja, dus tot nu toe gaat het helemaal top, jongens. Kan ik niet bij jou instappen dat jij heel even een rondje rijdt dat je mij aan die kant afzet? Ja, ik ga wel mee. Ja, hoor. Ik ben binnen. Bedankt, man. Ah, fuck. Ik zie hier een doos. Oh, dit is top. Oh. Oké, nou mooi. Deze man die zet me even af op de route. Hij kan me niet helemaal naar het einde brengen, want ja, het is natuurlijk een enorm groot apparaat dit. Dus kijk, als je me daar voor de supermarkt kan afzetten, zou het helemaal fantastisch zijn. Hey, bedankt! Hey, later! Hey, Giel! Hey, Thomas! Sorry, ik maak er een bende van. I know it! Hey, Thomas. Gewoon een groot sterk gas en tilt me zo daar. Meneer, zou je mij willen helpen, alstublieft? Nou, ik mag de grond niet aanraken. We zijn bezig met een spel en ik moet eigenlijk ergens naartoe gebracht worden. Au! Lekker kontje heb je, Giel. Heeft u een sterke rug of niet? Ja, en naar een muurtje waar ik erop kan staan. Daar is helemaal top. Hey, jongens, later. Toppie. Oh, meneer. Ik mag de grond niet aanraken. Oh, shit. Ja, toppie. Super. Alle goede dingen worden weer weggekaapt. Mevrouw, heeft u een fiets die ik even mag lenen? Of een 50 cent voor een karretje? Kunnen jullie een karretje bijpakken? Ja, gaat u me helpen, mevrouw? Hoi. Mevrouw, bedankt. Ik heb nu van een karretje, dus ik zou in principe zo nu met de andere kant kunnen.
Oh, daar komt een scooter aan. Die moet ik vragen. Jongens, kom, opschieten, opschieten. Karretje komt eraan. Karretje. Lekker jongens, kom maar. Meneer! Hallo! Hey meneer! Mag ik wat vragen? Ik ben bezig met een hele gekke opdracht. Ik mag namelijk de grond niet aanraken. Toppers. Kunt u mij alsjeblieft een stukje die kant op brengen? Mag dat? Oh yes, te gek. Oh, Steven zit op een scooter. Kut, sorry, ik ga er zo uit verliezen dit. Kijk eens. Hey, 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 dit meen je niet! Dit is top. Dit meen je niet! Nou, dit meen je niet. Shit, sorry, damn it. Nou, we zijn nog niet echt ver, maar we komen wel verder. Nou, ik moet eigenlijk even naar de moskee geduwd worden. Kan je vasthouden? Ja, ik kan vasthouden, zeker. Oh, pas op, pas op. Pas op. Ja, dit gaat top. Nog een beetje verder. Ja. Oh, ja. Oh, Steven. Oh. Nee, de grond geraakt. Nee, ik heb de grond niet aangeraakt met mijn voeten. Nou, volgens mij, ja, we zijn er al bijna. Toch? Ja, het is hier rechts. En dan links. Mag ik bij u even in de auto om een klein stukje mee te rijden? Ik moet hier 700 meter naartoe. Ja, duw me even. Ja, duw me even. Ja, we moeten een stuk die kant op. Oh, 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 die kant op, moet die kant op. Het gaat nu top, ik heb een lift gescoord bij deze lieve vrouw. Pas op dat we niet flikkeren, jongens. Ik ben er al. So easy als dat. Moet je op mijn rug? Nou ja, kan dat. Ja, moet je. Nou, gewoon daar op het hekje. Op het hekje is helemaal prima. Oh, zijn we er bijna? Is het hier? Hier is het. Pas op voor die hobbel, jongens. Ja, oh, dat komt toch, dat komt toch. Kom, springen. Ja, breng me naar het hek. Breng me. Het is lang geleden, jongens. Maar ik heb er weer eentje gewonnen. De stoep op. Jammer. Snel, we moeten snel die speeltijd in. Ja, Tom, ja! Ah, ja! Nee! Nee! Ja! Yes! Yes! Thomas heeft een streepje erbij. Hoe? Ha, ha. Tjonge, jongen, wat een kutspel. Ik haat dit gevoel, zeg maar, een beetje. Ja. Intens. Snap ik. Dit is zo'n kut gevoel. Ah! Sorry. Ja, chapeau. Hij is weer kaarsrecht. Huppatee. Huppatee, we kunnen weer verder. En vond je nou een hele gaaf video? Vergeet dan sowieso niet even een duimpje omhoog te doen. Minimaal 30.000. Heb jij nou een hele toffe opdracht voor ons? Vergeet dan niet vooral naar onze website toe te gaan. Stuk.tv voerde jouw opdracht in. Weet voor weinig voor je uit. Laat even in de comments weten wat je ervan vond. Check onze social media, Facebook, Instagram en Twitter. En check ons ook een Spotify playlist voor vette nieuwe muziek. En ga even naar onze webshop met allemaal vette merchandise. Tot volgende week.